Thibaut Courtois gaat niet mee naar het EK. Als reden geeft hij een knieblessure, maar ook een gebrek aan respect van bondscoach Tedesco voor zijn 102 caps. Bij de voetbalbond wilde slechts één iemand reageren. André Kobbaert, woordvoerder van de Belgische voetbalbond. Hoe reageren jullie op het veelbesproken interview van Thibaut Courtois? Kijk, ik denk dat het heel spijtig is dat Thibaut Courtois nog steeds een gebrek aan respect ervaart. Uiteraard gaat de aandacht soms iets vaker naar aanvallers à la De Bruyne en Lukaku, maar ik zou bij deze toch willen stellen, een goede keeper verdient ook respect. Maar dat is niet gemakkelijk. Echt waar. Zo 90 minuten stilstaan en aan de tijd koelt dat ook geweldig af, hè. Pas op, die mannen hebben wel handschoenen aan natuurlijk, maar toch. En pas op, versta me niet verkeerd, de Thibaut verdient respect, hè. Maar hij verdient ook 300.000 euro in de maand. Redelijk respectabel bedrag, toch, hè. Jullie moeten nu op zoek naar vervanging voor een van de beste keepers ter wereld. Dat wordt niet makkelijk. Nee, tuurlijk niet. Maar ik denk, met Mats Cels en Koen Kasteels in de goal hebben we heel wat ervaring. Dus op dat vlak zitten we zeker en vast safe. Safe? De mopje, hè? En natuurlijk, de lat voor zijn opvolger zal hoog liggen. Maar die ligt uiteindelijk even hoog voor iedereen. 2,44 meter. Thibaut Courtois moet wel beseffen dat als hij niet meegaat naar het EK, dat hij die periode wel een beetje doelloos zal rondlopen. Wat? Ook al niet, of wat? Doelloos, een keeper! Hey gasten, ik werk ook hard aan die teksten, hè. Eén keer lachen, dat is al dat ik vraag. Beetje respect. Klein beetje respect. Er werd ook gesuggereerd in het interview dat sommige spelers meer zouden mogen dan de rest, maar dat kan ik bij deze ook formeel ontkrachten. Echt waar, dat is niet. Het is juist Thibaut Courtois die meer mag dan al de rest. Echt waar? Je mag de bal met zijn handen pakken, hè. Meneer wil ook respect voor alles wat hem al voor het land betekent, hè. Luistert, hè. Hij heeft gewoon een paar ballen gepakt. Het is niet dat hij het gat in de begroting heeft opgelost, hè. Wat hem trouwens wel zou kunnen als hij mijn schoen zoekt tussen de klaargelden. En dat Lukaku die een band aan afpakt, ja. Maar de Courtois moet niet te veel zagen over dingen afpakken van ploeggenoten, hè. Cleef van de Bruyne, waar was de respect toen? Courtois heeft pas na maandenlange stilte een interview gegeven bij Stef Wijnands. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Wel, kijk, het is wel de bedoeling dat dat vroeger zou plaatsvinden. Maar de sportsreporter die voorzien was... Ja, stop eens even. Hoe moet je gaan zeggen? Dat was Eddy Snelders. Nou, ik heb achteraf wel gedacht, Thibaut en Eddy, die hadden eigenlijk heel goed overeengekomen. Ja, die pakken alle twee keer de bal vast met hun handen. Die weten alle twee de paal heel goed staan. En die worden beter als er veel publiek op zat te kijken. Thibaut en Eddy, dreamteam, hè. En ze hebben altijd weer een gigantische fluit. Wij zouden bij de Voetbalbond nu graag de discussie afsluiten en ons concentreren met de Rode Duivels op wat echt belangrijk is, namelijk het Europees kampioenschap in juni. En dat zal helaas zonder Thibaut Courtois zijn. Maar ik kan u verzekeren, dames en heren, wij kunnen nog altijd Europees kampioen worden. Hè? Vergeet dat niet. Hè? En spijtig voor een Thibaut, maar uiteindelijk, die heeft een hele titel. Hè? Europese kapoen. Vraag dat maar op de vrouwtjes. Gasten, wordt er niet schoon van, hè? Koetje Kasteels. Koetje Kasteels. Beste keeper, Kasteel.